Vandaag bij de ijsclub tot ons genoegen. En ik ga in gesprek met de voorzitter Jan Tervelde. Ja, Jan, de ijsvereniging. We zien wel water, we zien een mooie piste. Maar even terug in de tijd, want je bent al heel wat jaren betrokken bij deze vereniging, of niet? Dat klopt. Vanaf 1974 ben ik in bestuur gekomen. Ja, was je een goede schaatser dat nee. je altijd op de baan was? Of, nee. Hoe kwam je zo in het bestuur terecht dan? Ik kwam in bestuur terecht. Ik woonde aan de Zeestraatweg naast Jaapschut. En er werd iedere keer bazaar gehouden in de schuur. Oké. En toen ben ik 2 jaar heb ik geholpen met de bazaars. En toen vroegen ze me voor bestuur. Oké. En met die bazaar won je ook nog wel eens prijzen? Of, Ja, die waren heel actief in. Dat is ja. Denk ik wat tegenwoordig de bingo's zijn. Ja. En dat, die bazaars, dat liep storm. Ja, was de goede oude tijd. Dat is heel wat jaren terug. Ja, toen ja, kende je vrouw al of niet? Ja, ik ben in 70 getrouwd en zodoende ben ik daar terechtgekomen. En vanaf die tijd eigenlijk ook met TOG in aanraking gekomen. Ja, je hebt toch zelf wel schaatsen of niet? Nee, ik kan nog geen meter schaatsen. Dat meen je niet? Dat is voordeel natuurlijk, want als je schaats kun je geen werk hier doen. Dus er is hier meer werk als om te schaatsen. Ja. Ik weet dat ooit de vereniging aan de Zuiderzeestraat weg. Jij kent alleen de periode dat de ijsbaan hier geplaatst is. Ja, nou, ik weet nog in mijn verkeringstijd dat die daar aan de straatweg was. En dat er ook nog een keer een marathon geweest is. En in de jaren dat we hier zijn, hebben we hier 2 keer een marathon gehad. Ja. De laatste was geloof ik in 87. Weet je ook nog wie de winnaar was toen destijds? Nee, de hele tijd terug natuurlijk een marathon hier. Ja, een ijsvereniging, dan denkt iedereen, heel veel jonge mensen zien helaas weinig ijs. Alhoewel, we zijn in januari 2021, hele lichte vorst is er weer voorspeld, of niet? Ja, licht, maar we moeten strenge vorst hebben. Ja, Jan, we kijken. Een dag of 2, 3, het s'nachts een graad of 10 vorst. En dan is het picobello rijden, een hele mooie ijsbaan. Ja, afgelopen jaren vorig jaar is er een halve dag even geschaatst, of niet? Ja, dus net 2 jaar geleden, toen zijn we een halve dag los geweest. Er borstte sneeuwen en het was allemaal natte prut. En toen was het ook gebeurd. We gingen er met de machine doorheen en zo. Het was niet meer te doen. Ja, dan ben je eerst algemeen bestuurslid. Wanneer ben je voorzitter geworden bij de vereniging? Dat is ongeveer 5 of 6 jaar geleden. Toen Martin Groothuis, die was voorzitter, die is toen overleden. En toen ben ik voorzitter geworden. Ja, je bent niet alleen met het bestuur, want ook achter de schermen wordt er hard gewerkt. Ook vandaag zie ik jullie weer actief, want vandaag ben je hier samen met de andere bestuursleden. Ja. Stel ze even ons voor, Jan. Jan Boeven en Eduard Meijer. Eduard Meijer en Jan Boeven, dus vandaag ook hier present. Jan Boeven in het oranje en Eduard Meijer in het blauw ernaast. Ja, een bestuur en een ijsvereniging, hoe blijven jullie... gemotiveerd, desondanks dat we heel weinig ijs hebben. Ja, de liefde die je ervoor hebt. Als er maar iets te doen is hier op de baan en als de baan los is, dan ben ik meer uren hier op de baan dan dat ik thuis ben. Het houdt je, ja. Houdt je jong. Het plezier erin, het houdt je jong en het is altijd gezellig. We hebben daar de keet, dat brandt. 'S Winters een kachel in, als de kinderen koud zijn, kunnen ze naar binnen even bij de kachel. Koek en sopietent is er dan open. Dat stimuleert ze. Ze hebben nooit vrijheid hier. Je hoort over het algemeen altijd, in de koelen is het gezellig om naar de ijsbaan te gaan. Ja, het is een ijsbaan die hier heel mooi ligt. We geven natuurlijk de kijkers en luisteraars ook even een blik op het water wat is aangebracht. Ja, Jan, wanneer wordt het water aangebracht? Per 1 december mogen we water erop zetten. En dan blijft dat gewoon tot eind februari staan of wat is de planning altijd? Ja, tot eind februari is de baan van ons. Hebben wij recht. Dan huren we die maan en dan gaat het water er weer af. En dan kunnen er weer schapen of paarden die erop lopen. Ja, ik zie ook een prachtige verlichting rondom de baan. In het midden ook prachtige verlichting. Ja. Ja, financieel, hoe doen jullie dat met een ijsvereniging? Je hebt natuurlijk leden, je hebt seizoenskaarten. Is dat voldoende of... Nee, we hebben een 50 sponsors en dankzij de sponsors, kan ik wel zeggen, kunnen we voorbestaan. Want als we het alleen van de leden moesten hebben, dan was het gauw gebeurd. Ja, dat kan het niet. Hebben jullie ook nog andere activiteiten naast het schaatsen? Of zijn jullie echt met het bestuur
en het team ja, gefocust op de baan. En als er ijs is, dat er geschaatst kan worden. Nee, we zijn alleen gefocust op het schaatsen. Ja. In het verleden, toen ik er pas in kwam, hadden we ook veel meer leden. Heel veel jeugdleden. Dan was op de loopschool, gaven we kaartjes af. En meester Van Eerde, die zorgden daar door elkaar dat er een dikke 40 kaartjes verkocht worden. Maar we hebben nu een paar jaar er gezeten. En dan raak je er 4 of 5 kwijt. Ja, op dit moment natuurlijk wat minder ijs. Ja, wat denk je zelf? Gaan we in de toekomst nog weer ijs krijgen? Denk je er wel eens over na? Of zeg je ja, het is gewoon afwachten? Het is afwachten. We kunnen er weinig aan sturen. En daarom de ledental, het wordt elk jaar minder. Omdat je ook praktisch geen ijs hebt. Ze wachten allemaal af. Ja, dat is natuurlijk belangrijk dat er ijs komt. Maar ik zie qua materiaal, hebben jullie de boel wel voor elkaar. Want als ik de oranje machine hier zie, wat doe je daarmee op het ijs? Nou, we schuiven de sneeuw wat naar de kant toe. En dan kunnen we, dat is een sneeuwblazer. Dan blazen we het weiland in dat de sneeuw zoveel mogelijk van de baan af is. Want sneeuw wat op een randje op de baan ligt, dat gaat gauw inzakken en dat je natte spul krijgt. Dus we zorgen altijd voor dat de sneeuw zoveel mogelijk van de baan af is. Ja, moeten jullie in de zomermaanden, zijn jullie dan ook hier actief om wat onderhoud te plegen of schakelen jullie op na de zomer? Het onderhoud wordt in de zomer gedaan. Vorig zomer hebben we de keet eenmaal, dat damwand dat er tegenaan zit, hebben we er allemaal opgezet. Want hij werd slecht, hebben we een ander dak erop gemaakt. We staan een puntdakje op wat verrot was. En zodoende ben je dan zomers ook wel druk hier. Ja, Jan, 47 jaar al betrokken bij de ijsvereniging. Dat is een hele tijd. Ja, ik wil toch wel weten, Jan, want we zitten ook in een sportprogramma. Ben je zelf ook ooit nog ergens sportief actief geweest? Of zeg je nou, ik heb me bestuurlijk ingezet? Nee, het is hoofdzakelijk. Nee, sport verder niet. Ja, op de gewone fietsen rondjes maken, maar meer ook niet. Meer en, ook. En dan ook nog elektrisch, want dat gaat iets makkelijker. Ja, met een hulpmotor erbij, maar ja. Wel de beweging, dat is natuurlijk belangrijk. Ja, het bestuur. We hebben natuurlijk 2 bestuursleden hier staan. Met hoeveel bestuursleden zijn jullie actief als ijsvereniging? We zijn met 6 man nog in bestuur, maar we hebben altijd vrijwilligers, hebben we geen gebrek aan. Er zijn zat mensen die zich hier willen inspannen op de koelen. Ja, toch nog wat feiten, Jan. Weet je ook hoeveel liter water er altijd op gepompt gaat worden? Of heb je geen idee? Nee, hoeveel liter als erop gaat, weet ik niet. Maar we hebben de pomp en die geeft zo'n 50 kub per uur. En ik moet 24 uur pompen om er 6 centimeter water op te krijgen. Ja, een rekensommetje, dan zijn er heel wat liter. Grondwater wat hier opgepompt wordt? Ja, we hebben hier een put zitten. Die zit 40 meter diep. En daar pompen we het water weg. Ja, Jan, ik zei het net al, we zitten in januari 2021, nieuwe jaar. Ja, heb jij nog een wens voor de kijkers en de luisteraars in richting 2021? Ja, ik hoop dat we nog een, of is maar een weekje, lekker kunnen schaatsen. Maar met de lockdown, ik weet niet hoe als alles moet. Ik hoorde gisteravond op nieuws. Ik weet niet wat van ijsvereniging als dat was. Die hadden gevraagd als er ijs komt wat er mocht. En van die gemeente kregen ze toestemming om als er ijs kwam tot 17 jaar onbeperkt erop mocht. Nou, dat klinkt voor de jeugd in ieder geval goed. Het lijkt me ook verstandig om die in de buitenlucht actief te zijn. Ja, Jan, ik ga eens even met de andere 2 bestuursleden praten die hier ook betrokken zijn bij de vereniging. Okay. Ja, ik hoop jou nog heel veel plezier bij deze vereniging. En dat we ook nog een keer de 50 jaar mogen vieren, of niet? Dat is wel te hopen. Ja, dus je blijft gewoon lekker doorgaan, begrijp ik. Ja, ik heb me hier nog niet één keer een uurtje verveeld. Ondanks alles wat er voorvalt en zo. Dat, dan dit en dan dat. Maar het is altijd gezellig en daar gaan we voor. We hebben zojuist al gesproken met de voorzitter Jan ter Velde. En dan gaan we natuurlijk nu in gesprek met de bestuursleden Jan Boeven en Eduard Meijer, 2 mannen die ook al heel wat jaren actief zijn hier bij de ijsbaan Tot Ons Genoegen. Ja, Jan, jij bent ondertussen ook alweer heel wat jaren, een 12-tal jaren actief ja, hierbij. Ja, 12,5 jaar, zoiets een beetje.
Ja. Ik weet niet precies, daar hou ik niet bij. De voorzitter, Jan, dat was niet echt een schaatser. Hoe zit dat met jou? Ook niet. Vroeger wel, maar nu niet meer. Ja, vroeger wel. Tot welke leeftijd heb je geschaatst? Wat moet ik aan denken? Een jaar of 40, denk ik. Toen was er niet zoveel ijs meer, dus toen ben ik er ook een beetje mee gestapt. En nu durf ik het niet meer. Dan gaat de leeftijd spelen? Die gaat meer spelen, ja. Ja. Onderhoud bij een ijsvereniging. Heel veel mensen denken, nou, we pompen er wel wat water op. Maar als ik hier toch ben, dan zie ik toch wel een hele accommodatie, of niet? Ja, er zit veel meer werk aan dan dat menig in denkt. Ze denken allemaal, het ijs dat groeit vanzelf, maar dat, zo werkt het niet. Er zit wel best een hoop werk aan. Ja, er moet de nodige voorbereiding gedaan worden. Ja, in de onderhoud van de machines. Ja, de machines waar we nu ook bij staan. Jan de Velde heeft ze net al toegelicht wat de machines zijn. Ja, het water wat erop gepompt wordt, ook Jan de Velde heeft al aangegeven de hoeveelheid die hierop gezet wordt. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk wel een agrarische achtergrond. Dat kan allemaal voor het land, dat maakt even niet uit in de winterperiode. Het is volgens mij beter voor het land. Want het ongedierte gaat allemaal dood wat onder in de grassoorten zit. En de grassoorten komt er altijd groener onder vandaan als het gras wat ernaast ligt, wat geen water op staat. Ja. En één keer in de drie jaar dan zaai ik hem door, zeg maar, dat er een gras doodgaat. Ja, dat is een hele goede toelichting. Ook daar geef je alweer aan wat voor werkzaamheden die er zijn, wat er nodig is. En dat het ook goed is voor dit land wat hier ligt. Ja, Koeleweg is een hele mooie locatie. Heb je zelf in je jonge jaren nog geschaatst aan de Zuiderzeestadweg? Ja, zeker weten. Daar heb ik wel geschaatst, ja. Ja, hoe ben jij zo in het bestuur terechtgekomen? Nou, ik denk mede door mijn bedrijf en dan ga je hier wat aan het werk en zo. En zo ben ik hier terechtgekomen. En Jan, altijd nog met heel veel plezier? Ja, heel veel plezier, ja. Ja, zeker weten. Ja, Jan Boeven hier op zaterdagochtend, januari, bij de ijsbaan. Ja, Wilfred Meijer. Eduard. Of Eduard. Dat is niet echt. Ja, dat is goed. Het beestje maar een naam heeft. Nee, is goed. Dat is wel goed. Dat is goed te zeggen. 1, 2, 3, knip. Eduard Meijer, ook betrokken bij TOG. Ja, Eduard, wanneer ben jij erbij gekomen? Ja, ik ben een jaar of 10 geleden ben ik bij de club gekomen, gevraagd door Jan Boeven. Zo van, er waren bestuursleden nodig en uitgenodigd zo van, oh, het is zo'n gezellig clubje, kom maar eens gezellig erbij, dat gaat helemaal goed komen. Dus zodoende ben ik bij de club gekomen. Ja, ben jij zelf ook een schaatser? Ja, enorme fan van schaatsen, maar dan niet over ijs. Nee, het is ik denk een jaar of 40 geleden dat ik voor het laatst geschaatst heb, dus dat is aan mij niet besteed, nee. Ja, natuurreis is natuurlijk altijd spannend. Het is net als bij de brandweer zijn, als dan ineens het ijs er komt, dan moet er ook heel veel tijd ingestoken worden. Dat is te combineren voor jou? Ja, ik heb het geluk dat ik een hele fijne werkgever heb die mij daar toestaat om daar de ruimte voor vrij te maken. En dat is inderdaad, het moet ad hoc gestuurd worden. En zo gauw als er ijs is en de baan open gaat, ja, daar moeten we er zijn. En daar moeten we de ruimte geven dat iedereen ook schaatsen kan. Ja, Eduard, wat is jouw rol binnen het bestuur? Ik mag op de centjes letten. Ik ben penningmeester. Oei, ja, ik heb het net met de voorzitter natuurlijk al gehad. Ja, de financiën. Jullie hebben natuurlijk geen kantineinkomsten. Ook niet echt de inkomsten van de dagkaartjes. Natuurlijk wel de seizoenskaarten. Ja, in deze bijzondere tijden, moeten jullie nog een beroep doen op de gemeente? Of staat de vereniging er nog solide voor dankzij de afgelopen jaren? Nou, solide, wat heet solide? We kunnen het allemaal naar bol werken. En gelukkig hebben we iedere keer een stukje reserve op kunnen bouwen. En ja, zolang de baan niet open gaat, moeten we toch wel onze reserves aanspreken en wordt het ieder jaar een beetje minder. We hebben ook het geluk dat we een heel aantal sponsoren hebben die ons ieder jaar gewoon bijstaan. En die lijst die staat heel mooi vermeld op de website van ons. Dus wij zijn daar heel dankbaar voor dat die sponsoren ons helpen. Anders kunnen we het inderdaad niet bolwerken. Ja, hoe vaak komen jullie hier richting de baan om onderhoud te doen? Ja, dat is gemiddeld, ik denk toch wel een keer of vijf gewoon in de zomerperiode. En dan de opbouwdag. We hebben meestal 1 of 2 dagen in het najaar dat we hier de spullen voorbereiden. De doeken ophangen, de lampen op gaan hangen. En de spullen klaarmaken zodat het water op de baan gezet kan worden. Ja, de vereniging is er dus klaar voor, dus wat jullie betreft laat het ijs maar komen. Ja, laat het maar gaan vriezen hoor. We zijn er klaar voor. We zijn er helemaal klaar voor. Oké, bedankt Eduard. En ook bedankt Jan Boeven natuurlijk. En natuurlijk de voorzitter Jan ter Velde hier bij de ijsbaan
tot ons genoegen aan de koele hier op het Loo in Oldebroek. De ijsbaan gelegen tussen de twee kernen in, tussen het Loo en Oldebroek. Een hele gezellige ijsbaan waar wij natuurlijk hopen dat ook Koning Winter zich in 2021 zal melden. Mannen, bedankt en heel veel succes.